De 26-jarige man, die wordt verdacht van het mishandelen van een 68-jarige vrouw, blijft nog 90 dagen in de cel. Op eerste kerstdag vond de poging tot doodslag en verkrachting plaats op de Roosendaalseweg. De Arnhemse liep dicht bij de Witte School toen ze werd aangevallen. Ze belandde op de intensive care. De politie kreeg een schets van de mogelijke dader door getuigenverklaringen. In welke toestand de vrouw bekeert, is onbekend. Ze heeft inmiddels wel een verklaring af kunnen leggen.